tijdens mijn wereldreis maak ik een roadtrip met de camper langs de oostkust van Australië. We zagen al een hoop fantastische dingen op weg naar het eindpunt van onze route in de stad Cairns. De allerlaatste plek op onze roadtrip door Australië. We zijn bij het Great Barrier Reef. En we beginnen voorzichtigjes in het Inner Great Barrier Reef op het eiland Green Island. En naar dit droomeiland varen we in een uurtje met de Big Cat van Green Island Reef Cruises. Midden in het Great Barrier Reef ligt een natuurlijk paradijs, vooral onder water. Want het rif is hier levendiger dan waar dan ook op aarde. Dus gaan we weer op bezoek in Snorkelland. Maar Green Island is ook hartstikke mooi boven water. We maken een wandeling dwars door de jungle en omdat het eiland zo klein is, zijn we binnen 20 minuutjes aan de andere kant. We maken een wandeling die zeker aan te raden is, over de verlaten Robinson Crusoe-achtige stranden van dit onbewoonde eiland. Nou ja, onbewoond? We zien toch wat bewoners rondlopen. Is het hier waanzinnig mooi en wat hebben we al veel gezien. Maar dat kan natuurlijk beter. We gaan nu naar het oude Great Barrier Reef en daar gaan we duiken. Ja, want dit staat al een tijdje bovenaan mijn bucketlist. We hebben zelfs speciaal ons brevet gehaald in Thailand 2 maanden geleden. En nu is het dan eindelijk zover. Duiken in het Great Barrier Reef. She's okay, I'm all right. In totaal maken we 3 duiken en die vallen zeker niet tegen. Zo zijn de schildpadden weer aardig represent hier beneden. Maar ook zwemmen we deze blacktip haai tegen het lijf. Het Great Barrier Reef was fantastisch. En vooral het duiken. We zagen schildpad, haaien, allerlei toffe dieren die ik nog nooit eerder had gezien. Ooit komen we weer terug, maar nu is het helaas ook tijd om Australië te gaan verlaten. We gaan naar Japan. Het ligt ergens daarachter aan de overkant.
op weg naar weer nieuwe avonturen, die je uiteraard binnenkort weer voorbij ziet komen. Ik zeg tot dan. Every time I see her, oh.